vandaag, op 31 maart, bij de Primark in Nijmegen. Want die gaat vandaag open. Het is de 6e Primark in Nederland. En ja, er worden duizenden bezoekers verwacht. Wij gaan vandaag voor de Nijmegen naar filmen. Wat er allemaal gaat gebeuren op deze grote dag in de historie van Nijmegen. Passen. En daarnaast heb ik wel eens gelezen dat ze goodiebags weggeven voor de eerste 100 klanten, dus daarom sta ik hier zo vroeg. En dat is het wel. Sinds hoe laat sta je nog? 14 of zo. Waarom zo vroeg? Omdat ik dacht dat het heel druk zou worden, omdat in Eindhoven waren de mensen om 4:45 al druk was. Valt al tegen met hoe druk. It come bad news, talking this and that. Ben je ook echt een fan van de Primark? Nee. Ja, wel, tuurlijk ben ik een fan. Ik doe alle openingen, dus ik ben een enorme fan. Ik heb alles voor Primark aan. Ja? Maar is het ook elke keer zo druk? Dit is nog niks. Dan wordt het middag vol hier. Ja. Nou, waarom doet u dit? Wij zijn bolsters, wij komen uit andere vestigingen van Primark waar wij werken. Mm-hmm. En wij komen dus speciaal hier 7 weken werken en de opening doen. En daarom lopen wij zo bepaald om jullie allemaal te plezieren. Nou, wat wil je nog meer? Nou, je hebt er veel voor over. Ja, ja. Welke weddenschap heb je verloren dat je hier vandaag in een apenpakje moet staan? Nou, ik heb er zelf een gevoel, want het is natuurlijk zo'n spectaculaire gebeurtenis in de opening van Primark Nijmegen dat iedereen erbij wil zijn. Opzij, maak pas, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen en kunnen dan misschien als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. Wij hebben om misschien als het te haast. Maar zij ook zijn zo voetbal, want wij zijn laat zo later. Nou hebben ziens, adieu, het gaat je heen. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, maak blijven dat wat spaans. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen. Hoe bevalt de opening van de Primark? Goed. Ja, hoe laat zat je hier? Wij waren bij de persopening, dus voor die tijd. Oh, dus jullie hebben al lang alles kunnen uitzoeken? Ja, we hadden alles al in ons mandje zitten, dus voordat het druk werd, konden we al bijna afrekenen. Oké. Dat was ideaal. Wat hebben jullie gehaald? Nou, een heleboel. Zie je veel schoenen? Ja, schoenen, portemonnee, schuimkaarten, tassen, shirtjes, alles. Hallo, goedemorgen. Hoe bevalt de opening van de Primark? Mooi. Ja. Ja? Veel gekocht? Vol, hè? Heel vol. Ja. Hoe laat waren jullie hier? 9 uur. Primark zelf waren er 2500 bezoekers. Ze zagen het zelf als een heel groot succes.
En dat zien wij nu ook. Het is een prachtige winkel, het is een grote winkel. Het is echt een toevoeging aan 544 en zeker aan Nijmegen.